Hallo, ik ben Tony Verlena. Ik ben Kelvin Verdonk. En vandaag gaan we de outfits raden van de spelers van Feyenoord. Dit zie je een storster. Ja, hij is weer. Vind je een goede outfit? Kan beter, man. Cijfertje. Dit is wel een sessie. Ja, hij staat volgens mij ook op het strand. Dus... Gewoon die beach outfit. Ja, ja. Ja, tik me eentje verder, dat zien we helemaal. Man. Die bandana maakt het af toch? Pak een bandana. Niet echt iets voor Jens, maar het ziet er wel grappig uit. Dit is Erik Botteguin. Wie was er eerder? Ja, volgens mij Tony weer. Botta? Dit is wel een goede outfit? Ja, man. Cijfertje? Dit is wel een achje, man. Een achje. Maar dit past gewoon perfect bij hem. Ja. Gewoon zakelijk. Kijk, klik maar eentje door. Dit is Memphis Depay. Hij is echt niet normaal. Ja, toen ik daar aankwam bij Nederlands Elftal, kwam ik dezelfde tijd als hem aan, dus... Oh ja, dus jij hebt hem ook echt zo zien, echt hoor. Ja. Ah ja, oké, dat is makkelijk. Dit is Jerry. Jeremiah. Ik gun deze aan. Wat vinden jullie van deze outfit van Jeremiah? Past goed bij hem. Gedurfd. Hij is wel snel, toch? Grote jas ook, man. Ja, hij kan het wel hebben, ja. Cijfertje? Dit is ook wel een achje, man. Jerry, ja. Ja, Jerry wist die snel, twee keer. Ja, 3-2. Welke outfit vind je dan beter van Jerry, die eerste of die tweede? De eerste, ja. Ja? Oké, okay, de volgende is echt lastig, dus goed kijken. Niet meteen raden, even nadenken. Dit is Robin van Persie. Ja. Waarom weet je dat? Hij ziet zijn gezin toch? Maar hoe zie je dat het Robin van Persie is? Die aan zijn loop. Ja. Een goede outfit dan. Zijn jullie voor deze outfit? 5 man. Maar hij was nog jong hier toch? Ja, 40 jaar geleden. Ja, maar toen was dat in toch? Ja. Toen was er ook geen skinny jeans toch? Dus broek is een beetje wijd. Nog goede schoenen toch? Ja, ik weet niet wat voor schoenen dat zijn. Adidas? Ik heb geen idee. Dit is Justin. Nee, Kevin Dix. Ja, maar dit is Kevin. Ja? Ja, je was op tijd met de klik maar door. Kevin Dix. Ja. Oh, je klikt meteen door, ja. Ja. Echt iedereen, we hebben dat een paar mensen laten zien. Eén dag eerst dat het Justin was. Waarom? Door die tattoo? Dus... Ik zag het aan die horloge. Zoals ja, heeft Justin ook vaak aan. Heel fight. Maar Justin is wel iets breder, toch? Ja, ja. Maar deze punt was voor mij, hè? Ja. Okay. 5-2. Dit is Sam. Ja, weet je wel. Ja, ik weet de foto of de outfit, of allebei. Ja, je ziet, dit is Sam. Ja, heb gelijk. Hoe zie je dat dan? Waar zie je dat dan? Aan zijn handen of zo? Gewoon schoenen, ja, handen ook. En meestal zit hij ook zo, toch? Ah, ja. Voor, ja. Een cijfer deze outfit van Sam? Is ook wel 7,5. Geen 8? Die schoenen komt beter. Tasje, ik weet niet of die van hem is. Ja, dat is van hem, ja. Nee, weet niet. 6-2, nee. Je moet wel even je best gaan doen. De volgende moet je weten. Oké. Okay. Dit is Jan. Ja, man. Ja. Maar van mij hield Tony zich in. Ja, ik gun hem even die puntjes toch. Dit is wel een goede outfit toch? Goede selfie ook? Ja, goede vakantie. Slippers moeten ook kunnen toch? Mooie teenslippers. Maar deze outfit zou niks voor jullie zijn? Jawel, alleen misschien die teenslippers niet. Daar hou ik zelfs niet van, maar... Tapia. Ja man, ja, dat is Tapia. Ja. Ja, Tapia, ja man. 6-4. 6-4, ja, hij komt erbij. Ja, man. Dit is... Justin. Bilo. Nee, Rick Karsdorp. Ja, ook Rick Karsdorp. Okay, die tattoo op zijn hand. Ja, kijk maar door. Ja. Waar zag je dit aan? Tatoeage. Ja, zie je zegt die tattoo echt goed bij deze. Op zijn hand, hè? Ja. Nu 7-4. Volgende is lastig. Dus goed kijken. Dit is Kenneth Vermeer. Kijken. Miguel Nelom. Je hebt wel Kenneth gezegd, hij mag niet eens raden. Ja, dan zeg ik Nelom. Nee, maar dat telt toch niet? Sorry, dat telt, je hebt al geraden. Nu is het 7-5. Ja. Vond je niet een beetje lijken op Jeremiah? Op de Peru van Jeremiah. Daar leek hij wel op. Miguel. Dus deze punt telt niet, ja, voor mij. Nee, is fijn. We moeten even spannend houden. 7-6 toch? 7-6? 7-5. 7-4. 7-4. Zo. Goeie outfit. Wat zien jullie op je scherm? Denken jullie van nou, dan nice? Poeh. Dit is kijk hoor, ik moet even goed kijken. Hij is al wel wat ouder, de foto. Nee, zou ik niet zeggen, maar. Het is niet van vorig jaar. Dit is een voetballer, neem ik aan. Dit is een voetballer, ja. Hij speelt ook bij ons in de selectie. Hij werkt bij Feyenoord, laten we daarop houden. Dit is Stefan van Menen. Ik heb geen idee wie Stefan van Menen is. Het is een teamgenoot geweest voor jullie, dat wel. Oh. Wat is hem? Het is een teamgenoot voor jullie wel dat geweest, dat nog wel. Dirk Kuyt. Nee man, Joris Matthijs. Wil jij niet meer raden?
Nee, hij heeft al gezegd. Hij heeft al gezegd, ja. Hij heeft jou gedaan, dan mag hij ook weer. Nee, nee. Oh, ja, nee. Okay, oh je wil vast spelen. Nee, wat, dit is echt tovertechniek. Kan ik hem doorklikken? Klik maar door. Dan heb ik het goed, toch? Nee, je hebt wel geraden. Wat zei hij? Hij zei toch als eerste kuit? Nee, hij zei Stefan Vermeulen. Stefan van Menen. Oh, jammer, man. Maar hij had het daarna ook fout, hè? Ja. Nee, maar dat telt niet meer. Hè? Eigenlijk telt het niet dan, hè? Nee, ja. Doe maar een steenpje schaar. Als jij wint, dan krijg je een punt. Nee, nee, nee. Dat was een slechte outfit, hoor. Een cijfertje. Kutu. Zo. Kijk, nee, jij deze zeker wel moet weten. Dit is Jari Schuurman. Steken. Nu 7-6. We hebben er nog maar een paar, dus het gaat nu wel nog spannend. Oké, okay, de volgende is denk ik Elia. Elia. Tony was eerlijk, 8-7. Goeie outfit van Elia. Ja, man. Ja, overal fan van ook dat broekje. Het is wel een beetje kort, maar ja. Dit is Bart Nieuwkoop. Die was eerlijk. Nee, dat is tegelijk, ja. Deze kunnen we als steenpapier schaar. Oké, okay, steenpapier schaar. Wat, tot hoeveel? Ja, gewoon één keer. Wat je wil, ik kan ook drie. Ja, nee, doe maar drie. Doe maar okay. De beste drie. Hey, ga je gewoon rustig doen. Je hebt gewonnen, toch? Je had al. Oh, tot de drie. Oh, ik dacht best op drie. Hoe staat het dan? 2-1. Nee, weg. 2-2. Oké, puntje voor jou erbij. Het is nu 8-7. 8-7. 8-7, spannend. Elamadi. Nee. En wat denk jij? Dit is Steven Berghuis. Mooi shirt. Hoe kan je dit shit nou herkennen? Ik zag het die AFS en zo. Ja, toch wel. Toch wel. We dachten nog wel eens dat door hebben. 9-7. Het kan alleen maar gelijk worden, maar de laatste is 2 punten. Nee. Nee. Kun je door, vol. Dit is Bilal. Heel snel. Je kent deze foto zeker, of ken je de... Ja, deze foto ken ik. Nou ja, 10-7. Ja, man. Laatste maar 4 punten. Nee. Klaar voor? Yes. Ja. Ik zou kijken op het scherm. Dit is Dylan Vente. Hij is nog altijd. Ja, ja, ongelooflijk. Sterk dit zeg. Goed, hij is zo sterk. Dus het 14-7, dat wordt het toch wel een grote voorsprong. Ja. Ja. Nou, ik moet zeggen. Hij is zo sterk. Je hadden ze volgens mij echt. Nou, op Dirk Kuyt had jij het daarna pas. Maar voor de rest heb je gewoon iedereen geraden. Dat had ik echt niet verwacht. Allemaal bedankt voor het kijken en abonneer op het Feyenoord YouTube kanaal. Tot ziens.